Okie dokie, daily challenge tijd. Excuus. Dit is wel interessant, want ken je niet meer? Was het een witte paal of was het een... Kan Brazilië, Uruguay... Chili, Argentinië... Dat is het wel. Argentinië of Uruguay zijn op dit moment nummer 1 van mij, maar het lijkt me een zwarte nummerplaat. Dan zou het Argentinië zijn. Ik heb daar voor de verdachte nog geen al te groot bewijs van gezien. Ik kan niet zeggen of dat zwart met wit is, of dat het gewoon een witte nummerplaat is. Een beetje lastig. Het is lastig, want het is... En het feit dat ik ook langs de weg ook nog geen bordjes gezien heb... ...doet mij er wel enigszins aan twijfelen, want... Ik zou Argentinië of... Dat is heel duidelijk geen witte nummerplaat. Is het dan... Ja, dit is een gok, hoor. Dat weet ik zelf ook. Het was wel Argentinië. Ja, dan heb ik het verkeerd. Dan heb ik dat gewoon net verkeerd gezien. Oh, fijn. Ik heb er zo eentje achtergegaan. Heerlijk. Ik denk dat het hem vandaag niet gaat worden, jongens. En dames. Dames en heren. De jongens en meisjes. En alles. Alles wat andere... Ons mensen graag zich als identificeren. Ja, maar houdt het in dat dit Australië is of is dit Afrika? En als het in Afrika is, waar in Afrika is het? Gaat dit dan Zuid-Afrika zijn, of Botswana, of misschien zelfs Kenia? Het probleem zit hem vooral in... Het is echt in the middle of nowhere. Dus ik heb ook echt geen flauw idee wat dit zou zijn, joh. Het probleem is dat het voor mij... Ah, hallo. Oké.
Ik neem een gok. Gebaseerd op wat ik zie staan. En dat is puur omdat ik de wegen in Zuid-Afrika en Botswana vaak wat ruimte naast de weg over hebben. Maar goed, nogmaals, dat betekent niet dat het altijd zo is, hè? Ik kan ook gewoon flink mis hebben. Ik zou echt niet weten wat het is. Oprecht niet. Kenia is mijn beste gok. Ik denk namelijk niet dat het... Het is niet Nigeria. Het is niet... Uganda zou eventueel ook nog wel kunnen. Ook in een .com. Ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen flauw idee. We zullen het zo zien over een paar seconden. Nope, het was helemaal in het uiterste hoekje van Botswana. Nou, dat had ik echt nooit van zijn leven gehad. Dat geef ik echt heel eerlijk toe. Net niet lezen, dat is een hele laag. We gaan daar nou niet te veel tijd aan besteden. En dan deze kant. Ik hoop dat ik ergens een potje tegen. Voor nou zou ik zeggen Argentinië of Uruguay. Dan zou ik volgens mij in de buurt zitten. Zou eventueel ook nog wel Chili kunnen zijn misschien? Mijn persoonlijke voorkeur gaat op dit moment uit naar Uruguay. Maar ja, dat dacht ik toen net ook en toen was het ook... Argentinië, ja, dus ja. Nogmaals, waarschijnlijk moet ik weten wat Pajoen is. Maar ik heb geen idee wat Pajoen is. Echt. Moet ik weten wat Pajoen is? We weten wat Pajoen is eigenlijk, volgens mij. Zegt. Nou, dat is heel duidelijk geen donkere, zwarte nummer op plaats. Dit is weer zo'n twijfelachtig nummer. En je zit er wacht op, zit er niks. Het is ook niet dat ik nou zo verschrikkelijk veel andere informatie. Het is natuurlijk is het in Argentinië. Ik wil in ieder geval één land goed hebben vandaag. Dat zou echt gewoon al een pluspunt zijn, zeg maar. Oké. Tutume. Dat is gewoon 7. Dan hopen dat we erachter komen welk land dat het is. Wordt links gereden? Ja.
Ik heb verschillende opties nu. Botswana, oké, top. Ik zie zelfs dat daar Tutumo op staat, dus. Dan moeten we straks, om af te sluiten, daar is Tutumo. Yay. Okay, National Library Services. Kijk, dit is van oost naar west. Zou je zeggen dat het hier is? Zoiets. Waar ik net stond. Dat was volgens mij wel een school, toch? Primary Hospital. Oh, dat is wel iets anders, ja. Primary Hospital. Oké, top. We gaan terug naar start. Daar is het ziekenhuis. Even kijken, want dit is niet die kruising. Ik denk dat het deze straat is. En dan zou dit de construction die wordt gebouwd, maar ik kan niet zeggen of hier. Het is in ieder geval niet de. En volgens mij, als ik dat daar zie, is het inderdaad die kruising. Dus dan moet het hier inderdaad zijn. Dat kan bijna niet anders. Als ik hier bij de ingang van die weg sta, dan moet ik goed zitten. Nou. Zeker met het feit dat daar tot het ziekenhuis zit. Ja. 1 meter. Dat is wel lekker strak. Ik heb. Oh, what the fuck. Wat was dat dan? Waar is die auto nou in één keer gebleven? Nee. Ja, gezien de vorige resultaten zou dit dan weer Argentinië moeten zijn, maar dat, gezien de huizen zou ik dat zeggen van niet. Ik denk dat het eerder Rusland gaat zijn. Dat is een wit poort. Het gaat een slecht resultaat zijn, maar goed. Dat is helemaal niet erg. Ik heb 3 gouden dagen achter elkaar gehad en dan nou brons dat overleven we wel. Of ik moet echt tering veel mazzel hebben. Het kan ook Oekraïne zijn, by the way, maar ik zit een beetje met dat. Zo niet. Ik durf zo niet te zeggen. Of de geel en blauw zit op die. Op die auto. Ik zou graag een ziet er niet naar uit, hè? Nee, ik wil het gewoon Rusland is. Maar nogmaals, mijn gevoel over Rusland is bekend.
tot... Ja. Maar even serieus, hè. Even af... Afgezien dat dit... Nee, niet afgezien dat het Rusland is. Nou, pak. Nee, we gaan er niet nog een keer over beginnen. Ja. Hoe had ik dat moeten weten? Oh, jongens, echt. Nee, dank je. Fijn. Leuke nieuwe rol. Het was ook geen goede rol, laten we daar wel heel eerlijk over zijn. Ik bedoel, vanaf het begin af aan, de eerste twee die waren al gewoon echt... Nou, de eerste drie eigenlijk. Ik ben blij dat het... Dat de eerste, dat de laatste twee in ieder geval in het goede land zaten. Zullen we het daarop houden? Ja, dit gaat er eentje worden om snel te vergeten. Morgen is er weer een uurdag. Hopelijk met een betere ronde. Oh god, als die slechter wordt, dan weet ik het al helemaal niet. Tot morgen.